Minister Omar Ramadien van Volksgezondheid zal op 4 augustus een brainstorm-sessie houden met alle vakbonden in de gezondheidszorg. De sessie komt naar aanleiding van het standpunt van de vakbonden om intensief betrokken te worden bij herstel van de gezondheidssector. Het ministerie van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de rust binnen de gezondheidszorg en zal er alles aan doen om het onbehagelijk gevoel en de ontevredenheid bij de vakbonden zoveel mogelijk te minimaliseren. Het ministerie wil niet het idee creëren dat vakbonden worden uitgesloten bij stakeholders meetings. Het Nationaal Leger heeft vrijdag een aanvang gemaakt met de operatie Kouyaké 3. Tijdens deze jaarlijks terugkerende operatie zal het leger in samenwerking met het KPS ervoor zorgen dat de landelijke veiligheid en zichtbaarheid van de veiligheidsdiensten gegarandeerd wordt in gebieden die veelal geteisterd worden door roofovervallen, met als gevolg dat onschuldige burgers het leven laten of zware letsels oplopen. De operatie Kouyaké 3 wordt uitgevoerd in de districten Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini. Het gebied vanaf de weg naar Brownsweg tot en met de weg naar Atchoni heeft bijzondere aandacht gehad. Ook de presentatie in de gebieden Blakawatra en Snesikondri wordt opgevoerd door de eenheden.